gaat om Ramona, zijn dochter. Ze werkt ongeveer 20 jaar in de apotheek in Eerbeek. Ze zat hier aan tafel en zegt ze van ja, al die mensen worden echt in het zonnetje gezet van de zorg en zeg maar van het ziekenhuis. En toen zegt ze van ja, maar de apotheken hoor je eigenlijk bijna nooit. Toen dacht ik van hey, dat is een goed moment om haar en haar collega's ook een keer op te geven hiervoor. Nou, kijk eens. Dankjewel. Lekker drinken voor jullie. Dankjewel. Kijk eens. Ze zijn echt heel erg druk om alles weg te krijgen. De mensen gingen echt hamsteren. En waarvoor? Ja. Ik denk dat ze denken dat er een medicijntekort komt. Dus dan gaan ze alles maar inslaan. We gaan het verrassen. Zeker, doen we. Hallo, is er Mona er ook? Ik heb hier een pakket voor je. Ja, ik ben echt helemaal verbaasd. Ik vind het wel heel leuk, dankjewel, dankjewel. Ik denk dat de collega's er ook erg blij mee zijn, want ja, het is inderdaad erg druk momenteel. Had je verwacht? Nee, absoluut niet. Ik had gehoord dat jullie het gebeld hadden donderdag, maar ik dacht gewoon meer algemeen was even om apotheken te informeren hoe druk en hoe ze ermee omgaan. Maar dit had ik niet verwacht, nee, echt niet. Ga ervan genieten. Ja, ga ik zeker doen, ga ik zeker doen. En mijn collega's er lekkere chocolaatjes op eten. Dankjewel. Dankjewel.